vandaag is de dag van de lach. Dus laten we eens wat monden gaan tekenen. Dat is handig, want die teken ik ook al in mijn training karikatuur tekenen. Dus ik krijg hier een voorproefje van die cursus, van die training. Goed idee. We gaan vandaag monden tekenen. De dag van de lach. Doe je mee? Ja, dag van de lach. Ik denk, we gaan eens monden tekenen. Nou ja, er zijn heel veel verschillende monden natuurlijk. Je kan ze van opzij tekenen, je kan ze van voren af tekenen. Hoe ziet zo'n mond eruit? Nou, we hebben de bovenlip. Zo. Want hier heb je dat kuiltje van dat snotgootje wat erop uitkomt. En we hebben de onderlip. En die onderlip is vaak wat groter dan de bovenlip. Wat ik doe bijvoorbeeld bij karikatuur tekenen, dat is dat ik er ook schaduw aan geef. Dus de onderlip die wordt aan de onderkant donkerder. De bovenlip wordt ook donker. Die wordt eigenlijk bijna helemaal donker. Tenminste meestal, in mijn geval. Met een beetje reflectie erbovenop. En dan krijg je al gelijk dat het zo'n lip volume krijgt. Zie je wat er gebeurt? Ja, dan heb je ook nog die mondhoekjes. Goed, dit is één mond. De mond kan ook open zijn natuurlijk. Zo, dan zie je tanden. Ja, die tanden kunnen allerlei vormen hebben. Kunnen scheef staan, recht staan. Er kan een tand ontbreken. Tandvlees. Nou, meestal doe ik dat dan iets donkerder. Tenminste, niet helemaal zwart kleuren natuurlijk. Want zo'n binnenkant van de mond die moet ook natuurlijk nog donker. Nou, hier zit dan de tong. Wat ik bij karikatuur tekenen doe, dan teken ik niet die ondertanden. Die vallen achter die onderlip. Dus ik teken eigenlijk alleen die tong en die tand en die boventanden. En dan de onderlip eronder. Zo. Ja, dan zie je al dat het een hele vrolijke mond is. Zo. En dan heb je de kuiltjes. Hier dat snotgootje, want hier heb je die neus zitten. Zo. En dan heb je hier nog. Zo. En hier de kin. Maar goed, we gingen om de mond. Ja, er zijn nog veel meer monden. Hè. Je hebt ook monddicht tekenen. Ja, die hebben we hier natuurlijk al getekend. Maar je kan ook een getuite lippen tekenen. Zo. Zie, dan heb je. Iemand een zuinig mondje. Zeg maar. Ja, verschillende monden. En soms kan iemand natuurlijk ook een spleetje tussen zijn tanden hebben. En dan teken je dat ook. Zo. Kijk, en je kan ook zeggen, ik teken die tong niet. Want die tanden die vallen een beetje over die onderlip heen. Zo. Ja, monden van opzij. De bovenlip weer. Dan hebben we die tanden. En ja, dan hebben we die onderlippen. Voilà. Ga zelf aan de slag met verschillende monden. In mijn cursus karikatuur tekenen hebben we een heel hoofdstuk over monden. Dan doe ik het natuurlijk niet met stift. Want je kan met houtskool kan veel verfijnder werken. Ga zelf hiermee aan de slag. En mocht je hier echt veel meer van willen, kijk eens op mijn website voor de cursus karikatuur tekenen. En wie weet, kan ik je daar verder helpen. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.